Heb je ooit afgevraagd hoe je lievelingseten aanvoelt als je op het punt staat te eten? Bekijk onze video om erachter te komen. Ik kan niet wachten om deze kauwgom te proberen. Ik heb gehoord dat je er grote bellen mee kan maken. Oh man, het kan geen kwaad om je tanden te poetsen. Deze aardbeiensmaak is lekker. Hou op met schudden, ik word misselijk. Ik zal proberen een luchtbel te blazen. Oh nee, mijn lichaam rekt zich uit. Hou op, ik ga barsten. Ik denk dat ik te ver ben gegaan. Raak me niet aan. Dit is zo onhygiënisch. Ik heb het eraf gehaald. Laten we het nog eens proberen. Hoi mijn kleintjes, hoe gaat het? De grond is goed. Het is tijd om naar boven te gaan. Nou, het ziet er niet slecht uit. Oh, laten we een van hen proberen. Nee, ik niet. Het is gemakkelijk. De wortels moeten diep gegroeid zijn. Ray, help me de wortels eruit te trekken. Het lijkt erop dat hij het heeft opgegeven. Hij is sterk. Wat voor soort wortel heb je geplant? Je kunt het niet. Jullie zwakkelingen, kom op naar buiten. Jullie gezichten zijn grappig. Ik ga dit niet gemakkelijk maken. Ik denk dat je ergens een fout hebt gemaakt, Doc. Misschien. Jongens, hebben jullie een probleem? Kan ik helpen? De stoute wortel, zeg je. Deze? Ah, ziet er normaal uit voor mij. Echt niet? Hoe heb je dat gedaan? Bel me als je me nodig hebt. Ik ga deze voor mezelf houden. Ik heb zo'n honger. Wat zal ik eerst in de magnetron doen? Pizza. Zeker. Deze bewaar ik voor het toetje. Echt? Deze uitslover gaat weer als eerste. En wij blijven over voor later. Zoals altijd. Dit pizzastuk ziet er heerlijk uit. En wij dan? Dag jongens. Laten we een timer zetten. Het is ruim hier. Oh, waarom draait de vloer? Ik hou niet van deze carousel. Het is klaar. Ik kan niet wachten om het te proeven. Oh jongens, ik raad deze rit niet aan. Ik voel me ziek. Nee, ik val niet uit elkaar. Wat jammer. Het water kookt. Het is tijd om te gaan zeilen, jongens. Ski springen? Het is laag. Verdedig jezelf nu. Ik wist dat het zo zou zijn. Ik moet de rest erin gooien. Wow, het is een zwembadfeest. Cool. Yeah, neem dit, mijn vriend. Help me hier. Oké dan. Oh, kom op. Laten we hem afmaken, jongens. Genoeg. Neem dat. Ik wilde alleen maar een maaltijd koken, niet een hete douche nemen. Oh, verse aardbeien. Dat wordt een lekkere smoothie. Oh, hi. Wat een mooie rok heb je. Meisjes, jullie zijn er ook. Ik denk dat het genoeg is. Wow, ik vind dit niet leuk. Kijk omhoog. We kunnen proberen om eruit te komen. Ik zal je helpen. Oh nee, ik vergat het deksel te sluiten. Geef niet op. Je bent er bijna. Nu spettert het overal. Je bent vrij. Kom op. Jij bent de volgende. Oh, wees voorzichtig. Druk mijn groene tipper niet af. Kom op. Zet uit. Neem dat! Je wilde de verse smaak van aardbei voelen? Geniet er met volle teugen van! Laten we de spaghetti proberen. Het is flauw. Je hebt gewoon geen smaak. Ik weet het. Ik zal tabasco-saus toevoegen om het pittiger te maken. Dit zou moeten helpen. Lekker!
Wil je dansen? Oh, wat een man. Met plezier. Oh, wow. Ik wist niet dat de saus zo heet was. Ah, je bent een geweldige danspartner. Ik moet wat water drinken. Een beetje beter. Water zal mijn vuur niet doven. Volgende keer zal ik voorzichtiger zijn met hete saus. Uienpellen is geen prettige ervaring. Maar heb je nagedacht over hoe de ui zich op dit moment voelt? Mijn ogen jeuken. Handen van mijn kleren. Bijna klaar. Dat is zeer onfatsoenlijk. De laatste is de moeilijkste. Kom op. Oh, het is zo gênant. Waarom deed je dat? Ja, ik heb dit. Ik verdien deze behandeling niet. Waarom doet uien snijden altijd zo'n pijn? Hoi Sophie. Hey. Oh, noedels. Mag ik proberen? Drink je thee. Dit is de mijne. Oh. Sorry, dat was nogal een klap. Je eet als een varken. Waar zijn je manieren? Maak je geen zorgen. Ik zal zacht zijn deze keer. Ik heb mijn eetlust verloren. Wil je het proberen? Nou, oké. Ik zal wat nemen. Maak je wangen klaar, meisje. Dit is een sappige sinaasappel. Oh, sorry, maatje. Het is hier nogal krap. Dat is oké. Waar ga je heen? Ik denk, dit is onze verdieping? Ja. Laten we gaan dan. Oh nee, ik heb een put ingeslikt. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Turbulentie? Ik vind er maar niks. Misschien kozen we de verkeerde verdieping. Ik denk dat dit mijn uitweg is. Bye. Heb een veilige reis. Wel, er is maar één weg naar boven. Klaar? Af! Eindelijk. Die kuil heeft me in problemen gebracht. Het kneden van de deeg is een ontspannend proces. Niet alleen voor de kok. Ja, zo. Oh, dat voelt goed. Laten we bloem toevoegen. Waar is dat voor? Nu is het deeg niet plakkerig. Verdeel het in gelijke stukken en je kunt beginnen met het maken van cupcakes. Oh, wat een geur. Eet smakelijk. Oké, neem het bord. Je hebt meer nodig. Wat moet dat betekenen? Omdat je groot en rond bent als een bal. Oh, je bent zo dun als een lat. Kom hier. Mais, we gaan popcorn maken. Wow, het is hier behoorlijk warm. Is dit een zonnestudio? Ik hoor een popping. Ik ben zo groot geworden. Verse popcorn is klaar. De geur is geweldig. Kijk naar jou. Ben je nu een sumo-vechter? Zip it, Citrus. Ik kan het niet. Ze is net een bal met benen. Ha, wat zal ik eten? Sappige hamburger of vers groen? Ik moet gezond eten. Kom naar mij, peterselie. Laten we het strak houden. We hebben nog een hoop werk te doen. Draai de hula hoop. Laat hem niet vallen. Nu gaan we crunches doen. Niet opgeven. Je kunt het. Dat was het. Ik heb geen energie meer. Dat heb je goed gedaan. High five. Ach, laat ook maar. Nu moeten we het resultaat veiligstellen. Laten we een wikkel maken. Dat klinkt niet goed. Vertrouw me, dit zal helpen.
Brave meid. Kom op. Hoe lang moet ik zo blijven staan? Vond je onze video leuk? Geef hem dan de duim omhoog. Abonneer je op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Tot ziens!